Wij voelen ons als provinciebestuur ook erg met de universiteit verbonden. Het is een van onze universiteiten, samen met die van Eindhoven, top. En echt verbonden met onze samenleving en met de opdrachten die we hebben. Als Brabant, als Nederland en ook Europees en wereldwijd. In het strategisch plan van Tilburg University, Understanding Society, wordt gesproken van social innovation. En dat geeft treffend aan dat die combinatie door de Tilburg University goed aangevoeld wordt. In datzelfde strategisch plan spreekt men van funderend onderzoek. Namelijk vanuit het besef dat fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek niet zonder elkaar kunnen. En dat ze dus elkaar moeten versterken. Dat maakt dat het een het ander mogelijk maakt. En dus kan kennis en toegepast onderzoek samen het mogelijk maken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Wij vanuit Fontys leiden ook studenten op om bezig te zijn met de problematieken van morgen en de maatschappelijke issues die dan gaan spelen. En kijken op welke manier wij ze kunnen meegeven wat er nodig is om die maatschappelijke problemen ook daadwerkelijk te kunnen gaan tackelen. En daarin werken we heel graag nauw samen met de Tilburg University, omdat ik denk dat onze strategieën prachtig complementair zijn om daar in de toekomst echt verschil mee te maken. Wat zou het toch mooi zijn als er nog meer samenwerking tot stand kan komen. Ik zie dat er overigens hard aan gewerkt wordt door het college van bestuur van beide universiteiten, maar vooral ook op het niveau van het onderzoek. De hoogleraren, de researchers, die vinden elkaar. Ik hoop dat ze dat op een zeer pragmatische manier en ook met daadwerkelijke projecten samen met bestuur, samen met bedrijfsleven gaan invullen, zodat we ook daadwerkelijk handvatten hebben om dit op te lossen. Want je kunt niet alleen met techniek innoveren, dat vraagt ook om inzicht in organisatieprocessen, in psychologie, in gedrag, in economische aspecten van innovatie. Je ziet dat de organisatie en de samenleving steeds complexer wordt. Die vraagt ook om nieuwe oplossingen. Als ik nu zie dat we nog steeds met hele oude zorgsystemen, bestuurssystemen werken, dan denk ik dat de universiteit heel veel waarde kan toevoegen door nieuwe juridische constructies, modernere bestuurlijke constructies, moderne samenwerkingsvormen, ik denk dat het heel goed zou zijn. Het is mijn vaste overtuiging dat sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand gaan. Dat daar steeds minder scheiding tussen zal zijn. Die interactie tussen sociale en technologische innovatie is ook dezelfde interactie als tussen technologie en mens en maatschappij. En ik heb gezien dat u gaat proberen om dat Understanding Society, om dat te verbreden naar een bepaalde manier van werken. Dat zal echt een cultuuromslag vergen. En in die zin is het heel goed dat het profiel scherp is, dat er keuzes worden gemaakt. Het leidt ook tot een zekere centralisatie. En ik hoop dat dat niet ten koste gaat van de autonomie van de wetenschapper zelf natuurlijk. Maar tegelijkertijd biedt het ook de kans aan Tilburg University om zich scherp te profileren in het Nederlandse landschap. Goed dat de strategie bepaald is. Dat doe je in een context van een universiteit. Dat doe je in Brabant, maar ook steeds meer Europees. Er wordt van de Nederlandse universiteiten ontzettend veel verwacht. Nationaal en internationaal. We hebben een goede naam. Eigenlijk staan alle Nederlandse universiteiten buitengewoon goed aangeschreven. En dat is een ongelooflijke prestatie voor een klein land als het onze. Het is heel goed dat in Tilburg opnieuw wordt gediscussieerd over de visie op de toekomst. Wat wil Tilburg voor een universiteit zijn? Hoe profileert hij zich? Hoe houdt hij zich staande ten opzichte van het grote globaliserende geweld waar we allemaal mee te maken krijgen? Als je tegelijkertijd je disciplinaire kwaliteit hoog wilt houden, je waar wilt maken op het gebied van multidisciplinaire uitdagingen, de zogenaamde Grand Challenges die niet alleen voor de wereld gelden, maar die in Nederland en ook in een provincie overigens een rol spelen, dan betekent dat heel veel voor de wijze waarop je organisatie maakt. Probeert heel veel voor de wijze waarop je gaat samenwerken. En het is nogal, het vergt van docenten, van onderzoekers en eigenlijk van je hele staf een voortdurende nadruk op het kijken op welke manier kan ik mijn discipline verbinden met die maatschappelijke uitdagingen die ik zie. Understanding Society, we hebben het misschien wel harder nodig dan ooit.